Ook de spotjes moeten goed hangen in het Onderwijsmuseum. Hier start zaterdag een expositie met schoolplaten. Uit collecties van onze Europese collega's hebben we geschiedenisschoolplaten gehaald om te kunnen laten zien waar de verschillen en de overeenkomsten liggen. In de Europese geschiedenis hebben we natuurlijk raakvlakken. En een heel mooi raakvlak, dat zijn de Noormannen, de Vikingen. En in Nederland en in andere landen kijken we daar op deze manier naar. Dit is de beroemde plaat van Isinx. De verovering van Dorenstad, de plundering van Dorenstad. Je ziet dat Dorenstad op de achtergrond brandt en dat alles geplunderd wordt. Wij zien de Noormannen als veroveraars die het hele land bij ons hebben leeggeroogd en die dood en verderf hebben gezaaid. En dit is een goed voorbeeld van een andere manier van kijken. Dit is een plaat uit Duitsland. Daar zijn de Noormannen natuurlijk ook geweest, die hebben daar ook veroverd. Maar in de jaren 30, nationaal-socialistische tijd onder Hitler, werden de Noormannen gezien als een arisch ras, wat ze eigenlijk als een goed ras naar voren wilden halen. En je ziet hier dat ze uitgebeeld worden als geen plunderaars, maar handelaars. Die komen handelen. En heel pregnant op deze plaat is hier aan de linkerzijde van de plaat dat hier ook een Jood staat afgebeeld met een geldbuidel. Een schoolplaat als propagandamiddel. Het gebeurde vaker en niet alleen in Duitsland. Soms werden er ook wel eens uitstapjes gemaakt naar, niet illustratoren, maar naar echte kunstenaars. En deze plaat is wel heel bijzonder. Het is een plaat uit Finland. En die is gemaakt door Hugo Sinnenberg. En dat is de belangrijkste Finse kunstenaar. En die hebben ze gevraagd een geschiedenisschoolplaat te maken over een heel vervelend onderwerp, namelijk de pest. En hij heeft daar in 1906 een impressionistische tekening van gemaakt. Van ouders die hun kinderen omhoog houden, die stervende zijn, met allemaal stervende mensen, met lijken op de voorgrond. En je ziet ook dat dat soort platen toch eigenlijk heel snel uit het onderwijs weer verdwijnt. Omdat ze de jonge kinderen, hè, lager onderwijs, de jonge kinderen daar nog niet mee willen confronteren. De expositie over strijd in de schoolplaten duurt een jaar en start zaterdag met zwaardvechtdemonstraties en Vikingen die hun vakmanschap tonen.